Hey, kom hier vaker. Ik ben net vreemd gegaan met Ja, nee, dat wist ik. Dat wist ik. Vind je dat echt niet erg? Ja, jongens, daar zijn we. We zijn verdorie gewoon in Parijs. Echt flikken op, ouwe. Flikken op, echt flikken op. Good morning, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ja, hey. Nee, niemand reageert. Nou, jammer. Jammer, jammer, jammer. Jongens, gisteren ben ik uit geweest. Het was een hele gezellige avond. Het was heel erg leuk. We hadden een soort van diner en daarna lekker feesten en drinken natuurlijk. En dat is goed gelukt. Het is goed gelukt. Het is wel heel goed gelukt. Ja, ik was wel ik was wel een beetje dronken. Maar goed, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren, weet je. Het is ook niet erg. Maar goed, ik ga nu de stad in, want ik ga nog even wat beelden op. Huh? Wat zeg je nou? Doorzuipen. Doorzuipen? Want ik ga de stad in. Nee. Nee, ik ga even de stad in, want ik ga even wat beelden opnemen voor mijn videoclip die in begin juni uitkomt. En dat ga ik samen doen met Roxy Dekker. Ik weet niet of mensen die kennen, misschien van TikTok of zo. Maar goed, ik ga met haar een paar beelden opnemen. Dat ga ik dan door mijn videoclip heen snijden. Maar weet je, jullie gaan het allemaal zien. Maar ik ga nu richting de stad. Oh, wat gezellig. Kijk eens even wie er is. Hey, Roxy. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Ja, wat ik dus ook zei, ik heb natuurlijk de videoclip, maar ik vond hem gewoon nog niet zo leuk. En ik zei al, ik zoek gewoon nog even even wat meer dynamiek. En toen kwam ik hierbij, bij dit figuur. Oh ja. Ja, hè? Super lief. Ja, nou wel leuk dat je het doet hoor. Ja. Nou, we hebben lekker gegeten jongens. Ik ben, ik zei net ook al, ik ben wel een beetje brak, maar het is niet anders, hè. Het kan niet altijd, feest zijn. Nou, wij hebben net heerlijk geluncht en we gaan nu... Was dat het ding? Dit is wel echt een lijp ding hoor. Ja, het is zo chill. Oh, dit zou ook lekker zijn. Jongens, dit is dus blijkbaar een. Dit is een soort van elektrische scooterfiets-achtig. Ja, het is gewoon een elektrische fiets. Maar echt lijp. Ja. Eigenlijk moet ik ook zo'n ding hebben, hè? Dan kan je lekker van Amstelveen lekker hierheen. Ja, oh, lekker. Maar goed, wat ik dus ook al zei, Roxy die gaat in de clip meespelen. Een echte actrice. En, maar het wordt zeg maar een beetje gewoon in vlogstijl. Dus zeg maar, ik ga gewoon vloggen en dat ga ik gewoon. Oh, hier, nog meer knapies. Ja. En dat ga ik gewoon ertussen plakken. Dus het wordt leuk, jongens. Begin juni. Komt eraan. Wacht, we worden ingehaald. Ja, dat bedoel ik. Shit. Ja, dat is vrij kut. Jongens, zo'n fiets is ideaal. Ja, kijk, nu moet ik alleen niet op mijn bek gaan, want dan ben ik de lul. Nee, is het moeilijk sturen zo? Met één hand? Ja, een beetje wel. Dus als je moet remmen, vind ik. Maar ik ben een prof, hè? Oh ja. Ik ben een prof in fietsen. Ik hoop echt dat je niet op mijn bek gaat. Nou, doe eens even normaal. Hey, kom hier vaker. Nou, het was gezellig, hè? Ja, het was gezellig. Hoi, dankjewel, hè? Doei, hè? Ik zit, zoals jullie zien, weer lekker in de auto. En ik ben niet aan het wachten op Ella, want die was eventjes winkelen ergens. Gezellig, hè? Meiden, je weet wel, meiden en winkelen. Ik was gewoon eventjes gezellig lunchen met Roxy. En ik heb gewoon in vlogstijl, ik heb gewoon gevlogd. Dus waarschijnlijk die beelden die jullie nu allemaal te zien krijgen in deze vlog, komen waarschijnlijk ook in de videoclip, kleine deeltjes. Ja, of misschien haal ik het eruit, anders dan weten jullie natuurlijk al heel veel van de clip. Maar goed, ik heb gewoon al studiobeelden opgenomen, zoals jullie vorige keer zagen, weet je wel. In die studio, gewoon die hele clipsetting. Maar ik ga deze vlogbeelden er doorheen snijden en dan... dan maakt het veel meer sens. Dan is het een beetje een soort verhaal. Dus ik ben benieuwd. Oh jongens, ik heb zoveel zin om mijn muziek uit te brengen. Het is niet normaal. Ik hoop ook echt dat jullie het echt leuk gaan vinden. Oh, daar komt ze hoor, diva. Kijk er dan lopen op de hakkies. Tasje erbij. Grote bril op. Het is echt niet normaal. Godsidori, wat een verschijning. Wat een ongelofelijke mooie verschijning. Potjandori. En dan staat het ook nog eens bij mij de auto in. Jongens, wat heb ik toch een geluk, zeg. Wat heb je gekocht? Ja, dat ga ik niet zeggen. Een cadeautje. Voor mij? Nee, niet voor jou. Sorry. Nou, zeg. Ik zou net te vertellen hoe leuk je aankomt lopen, zeg. Ik ben net vreemd gegaan met Roxy. Ja, nee, dat wist ik. Dat wist ik. Vind je dat echt niet erg? Ik heb alleen met haar gezoend. Moeten we even over praten? Ik heb alleen met haar gezoend. Verder niks. Ja, ja. Ik ben niet verder gegaan. Nee, ik heb niks. Nee, dat weet ik. Nee, het was hartstikke gezellig hoor. We hebben alleen een klein kusje gehad. Nee, ook niet. Helemaal niet, joh, gek. Jongens, het is niet normaal. Dan zie ik Gio weer een hele tijd niet. En nu zie ik opeens elke dag weer, want ik ga richting Gio. Want we gaan in de auto stappen met een volle tank. En waar we eindigen, daar moeten we overnachten. Dus Gio heeft volgens mij een tentje gekocht. Helemaal leuk. Zie ons al liggen met drie gasten in een tentje. Lekker lepeltje. Echt niet in een tent liggen. Nee? Nee. Ja. Heel leuk dat het mee met past niet in. Oh ja, ik heb wel een 2-persoon luchtbed. Maar het past niet in een tent. Ah. Die past wel in de tent.
Daar heb ik toch... Een klein tentje toch? Jawel, ik heb een keer gedaan, wat was het nou? Toen ging ik overleven, 12 lang overleven in een tentje op het balkon. Toen had ik ook 2% luchtbed erin gelegd. Nou, maar dat was best een grote tent. Dan denk ik, neem aan dat Gio ook wel zo'n tent heeft gekocht. Komt zo'n vissersteentje. Ja, hij zei dat hij een opklapteentje heeft gekocht. Nee, dat is niet groot. Nee, dat is zo'n ding wat je op de grond gooit. Ah, daar kan één iemand in. Ja, dit wordt helemaal niks dit. Jongens, 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 het is vreselijk. Jullie zien dit op camera natuurlijk weer niet. Alleen, er vliegen hier overal pollen. De vorige keer dat ik bij Jill was, had ik er zoveel last van mijn hooikoorts ook. Dat was echt niet normaal. Toen had ik echt een zieke, zieke niesaanval gewoon. Bizar. Zo, jongens, ik ga even eerlijk tegen jullie zijn. Ik heb gisteren best veel gedronken. Ja, dat kan gebeuren. Kan gewoon gebeuren. Maar, ik heb een inkakker. Dat is niet normaal. Momenteel heb ik een inkakker. Maar ja, het komt natuurlijk ook omdat ik zit hier lekker in de auto, hè, lekker met muziekje op, lekker comfortabel in mijn stoeltje. Ja, dan krijg je inkakkers. Dus ik ga zo even, ik heb zin in even een lekker drankje met suiker. Een beetje suiker erin. Dat heb ik nodig. Even een oppeppertje. Let's go, yeah! Een ogenblik. Oké, aan de herinneringen voor vandaag toegevoegd. Wat loe je nou, man? Stop daar eens mee. Hey, niet wegrennen. Waar gaat hij nou heen, joh? Ricardo. Vincent. Wat zeggen mannen met een grote lul wel eens? Dat is een kleine lul, hè? Mannen met een grote lul, die scheppen daar niet over. Ah! Waarom zo'n politiek goed correct antwoord? Dat ik maakte de joke, zeg maar, van wat zeggen mannen met een grote lul wel eens? En toen zei hij van, mannen met een grote lul hebben een kleine pik en mannen met een... Die zeggen dat ze een kleine pik hebben. Ja, die grote lul zeggen dat ze een kleine pik hebben. Wat heb jij dan? Ik heb een kleine pik. Dus dan heb je dus eigenlijk een grote lul. Weet ik niet. Ja, moet je voelen. Nou ja, ik heb een maag grote lul, maar daar staat mijn compensaat. Ja, dat is compensatiegedrag, ja. Nou jongens, we gaan dus in de auto tanken, vol tanken en dan rijden tot die leeg is. Kussentjes mee. Lekker jongens, gezellig. We gingen nog even boodschappen halen, maar ik ben Ricardo kwijt. Hij is weer weggelopen. Maat, geen zin meer in mij. Maat, is Ricardo, wat is dat voor pannenkoek, maat? Ik sta in de winkel, hij haalt brood. Ik vervolgens bij de kassa lopen wachten, want Ricardo ging brood halen. Gaat hij al naar buiten? Maat, wat ben jij een pannenkoek, zeg? Ik sta te wachten. Ik doe die winkel open, vervolgens sta ik bij de kassa te wachten. Zegt die guy zo, ja man, je maat staat buiten. Ik was jou aan het zoeken. Ja, ik ben nu al klaar met jou. Wat is hij aan het doen ook? Je hebt fans. Zelfs in België, Mr. Worldwide. Ja, jij bent echt zo internationaal. Kijk, je ziet het, boys. Zak. Views gaan. Nee, ik kan er ook niet heel veel over zeggen. Oh. Nou, jongens. Ik pak trouwens wel gewoon 3 ton views, hè. Ja, joh. Op TikTok. Ja. Ja, maar dat is voor losers. Nee, ik doe zelf ook TikTok. Eigenlijk ben ik echt. Waarom is dat voor losers? Ja. Ik heb laatst zelf weer ook een TikTok gemaakt. Ja. Huh? Ja, hij dacht YouTube gaat zo slecht, laat ik maar gaan TikTokken. Ja, hè. Oh jongens. Maar goed, we zijn in België en we hebben nog steeds geen idee waar we heen gaan. We wilden naar Engeland gaan, maar daar hebben we een paspoort voor nodig. Ja, en dus nee. Wij zijn ook gewoon niet voorbereid. Dus Oh, hey, wat doet deze guy? Hij is gek. What the fuck? Dat ik die fuck van mijn hoofd ben ingetrokken en grijs. Les geld op betaald, kijk en niet naar de prijs. Hey gozer. Hoe is het dan? Ja, waar gaan we heen? Maak je het jouw vader mijn vader of mijn vader jouw vader? Nee, allebei. Ander fleur toch? Ja, goed. Dat is een ander fleur. Heeft jouw vader ook een vermogen van 5 miljoen of niet? Gast, 5 miljoen? Dat is een koopje, man. Ja, 5,6. Vijfde snoer dat je er weet. Ja, moet je niet doen hoor. Gadver zeg. Ik had dus het laatste. Ander fleur. Met een zuurtegraad van een citroen. Gadver, echt. Het stonk ook. Heeft deze guy een knuffel aan zijn trekhaak hangen? Is dat ook niet zo'n voedelbot? Ik dat in zijn reet zitten. Kijk, hij heeft een knuffel hangen. Oh. Weet je wat het beste helpt tegen de kater? Nou? De kater uitstellen. Met een biertje. Met een biertje. Aangezien oompje toch blijft. Waarom voel ik me zo'n jongetje van 16 die dan zeg maar op zuipvakantie gaat met zijn vrienden? Maar, zullen we gewoon naar Joret? Ja, we rijden naar Loret. Ja, eerlijk? Maar kan dat? Kan dat? Is dat, hoe ver is het rijden? Oh nee, dat is Frankrijk. Nee. Spanje. Nee. Nou jongens, we zijn nu in België even gestopt bij een tankstation. Maar we weten nog steeds niet waar we heen gaan eigenlijk. Maar misschien dat we naar Parijs willen.
En dan gaan we gewoon vanavond uit met de boys maar, in Parijs. Zeg maar, Parijs is nu nog 300 kilometer en we hebben nog 750 kilometer. Zo. Ja, dus we kunnen nog wel even. Ja. Hey, hey. Uh-oh. Santé. Santé, jongen. Volgens mij ook. Luister, voet op de rem, vol gas en weg trap. 3. Hij stond er zo. Ja, hij stond er zo. Oh. Nou jongens, we zijn aangekomen op een fantastisch mooie plek. Kijk eens eventjes. Hallo? Doe eens open. Doe eens open. Oh, de fuck gaat die open? Yo, boys. What the fuck? Nou ja, hier gaan we niet slapen, dat staat nergens op. We waren even het tentje aan het uittesten. Maar ik vind het een mooi tentje. Ja. We passen er met z'n drieën in, dus dat is helemaal goed. Ja. Lekker tegen elkaar. Dus lekker, vanavond gaan we lekker zo liggen met z'n allen. Zo. Ja, ja, dit is de, ja, maar we moeten ook echt wel in het tentje gaan slapen. Ja, want anders, is, anders is het half. Hoe vouwen we dit nu weer in dan? Ja, geen idee. Maar als we nu een hotel gaan pakken, is het weer een beetje standaard. Ja. Kom, dit is wel leuk. Ja. Oh. Nou, het duurt wel lang. Ja. Koffietje. Oh, hè? Bij ons staat dit, maar het duurt wel echt heel lang. Maar ik had een koffie. Ja jongens, daar zijn we. We zijn verdorie gewoon in Parijs. Oui, verdorie, oui, 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 we are in Parijs. Oui, 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 Parijs. Let's go. Nou ja, ongeveer 3 maanden geleden was ik hier natuurlijk ook. Maar het ziet er wel echt, het blijft wel echt dik zo in het donker met het licht. Maar we made it. En wat ik we hier nu gaan doen... Ik dacht dat de s'avonds uitgingen. Nee, maar... dat ligt toch juist aan in de avonds. Oh. Oh, we gaan ook echt erop. Of mag dat niet? Het is tante druk hier. Zo heet, echt tering drukken erna. Nee jongens, het tentje staat er. Verdorie zeg. Wat rustig. Ja, slaap lekker maat. Ga jij slapen hier? Oh, oh, oh. Nee jongens, blijf maar. Wat is het? Hé, wat is het trouwens gezellig druk? Hé, hey, domme vissa daar. Er staan gekke bootvissa. Nou jongens, het is hartstikke gezellig in Parijs. Maar ja, we gaan er weer vandoor. Het is er mooi geweest. En waar we nu heen gaan, niemand weet het. We zijn op weer een hele mooie plek beland. Ja. Ik vind het gezellig, maar ik heb ook wel dat ik denk van, nou, ik had ook lekker in mijn bed willen liggen. En morgen heb ik dus een festival samen met Joris, met Ruup en met Willem en zo. Dus ik had dus in mijn story gezet dat ik onderweg was. Opeens zegt Joris tegen mij van, maar ga je morgen niet naar het festival? Was ik vergeten. Maar, ja. Maar nu ga je dus morgen naar het festival met heel weinig slaap. Ja, ja besef, je had gewoon heerlijk al kunnen pitten gewoon. Ja. Lekker met je piebel tegen Ella aan. Ja, ja, serieus, ja. Tot erin, kan ook. Ja. 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 Oh, ja, dit is een drugsdealer. Dus ik kon de auto doen. Jongens, het is momenteel 4 uur 's nachts en we zijn aangekomen in Calais. Dat is een plaatsje in het westen van Frankrijk. En hier is de zee. Hier is je tentje. Wat is dit eigenlijk een kut idee? Godzijdank. Nou goed, jongens, we gaan proberen te slapen. En anders gaan we gewoon in de auto liggen. Nice. Een hele goede vroege morgen. Hey. Hebben we goed geslapen? Ja. Ja? Maar Ricardo is zijn telefoon kwijt. 3 fucking uur op een harde ondergrond. Ricardo ziet er echt verstrooid uit. Kijk, Ricardo lijkt dus een... Hij lijkt echt een zwerver. Ja. What the fuck? Oh. Nou jongens, het is nu nog geen eens 8 uur en we hebben vanaf 4 uur of zo lopen een stuk in het tentje. Daar achter zo'n huisje. Nou, ik heb het gevoel dat ik nog wel een beetje soort van heb geslapen 1 keer. Ja, jij dacht snurken, ouwe. Godverdomme. Ja, ja, snurk ik, joh. Echt irritant. Ik vind het niet eens van mezelf. Maar goed, goedemorgen. We zijn in Frankrijk, Calais. Wel gezellig hier, man. We zijn weer terug en Gio zei, zet de auto maar een beetje op het terras. Want dan kan ik er ook straks nog uit, dus Oh, oh, jongens, ik ben kapot. Ik heb er geen zin. Oh, wacht, mijn tas zit nog in de auto. Ja, ja, sorry. Even open dan. Ja, hij staat er zo bij.
Kijk jongens, we hebben een waterballon. En Gio ligt me ook wel te slapen, omdat Gio is een beetje een losertje. Dus we gaan gewoon... Maar denk je niet dat we beter gewoon een glas water in de bakjes kunnen gooien? Nou, die nemen we dan mee als ik iets pleeg. Oh, wat zijn we kut, hè? Maar we moeten heel stil doen. Volgens mij ligt hij nog niet te slapen. Mijn hart gooien, moet ik hem hoog gooien? Nou, je moet wel een babykracht zetten. Anders dan... Snif! Hey, toe! Hij is van die koffer af, maat. Nee, opflikken. Echt flikken op, ouwe. Nee, flikken op. Flikken op. Wat was dat? Waterballon. Flikken op. Kijk even verstrooid liggen. Hé! Hey. Flikken op. Lach je lekker te tukken, jongen? Ja. Ben je moe? Ja. Zie jullie? Nee, valt mee. Waar is die waterballon? Hier. Je hebt ijs al. Oh, het is tijd om weer lekker naar huis te gaan. Ik ga straks naar een festival met Joris, Willem, Alexander. Met best wel veel mensen. En het is Defected in the House. Een soort van, een beetje een soort van techno-house-achtig. Maar het is op het strand, dus dat is wel heel erg leuk. Misschien dat ik mijn GoPro ga meenemen vandaag. Misschien is dat wel eens een keer lachen. Maar goed, eerst lekker naar huis. Ik ben weer heerlijk thuis. Jongens, wat een reis. We zijn in Parijs geweest, in Calais geweest. We hebben volgens mij in totaal echt iets van 12 uur in de auto gezeten of zo. Maar heerlijk om nu weer lekker thuis te zijn. Ik ben wel echt, eigenlijk ben ik helemaal kapot. Maar goed, we gaan gewoon lekker door. We gaan naar het strand. Dan gaan we daar gezellig lunchen. En dan gaan we daarna richting het festival. Vorige keer in de vlog was trouwens ook een festival. Dus het is volgens mij bij al dezelfde plek daar. Op het strand. En, maar nu is het gewoon een ander feest. Nu heeft het een andere naam. Het is Defected in the House. En vorige keer was Wavy. Oh, lekker hè, Koen. Zo, hey. In het zonnetje op het strand. Joris erbij. Ruben erbij. Alexander erbij. Dankjewel. Gezellig hè, zonnetje. Dankjewel. Jij bent er zelf ook bij, trouwens. Ik ben er zelf ook bij. Doe even omdraaien. Kijk. Ik ben er zelf ook bij. Waar is hij? Daar ben ik. Hey, jongens, we gaan eerst even wat eten. En dan gaan we straks lekker jansen. Wat doe je nou? Hey! Oh. Wil je eentje van mij hoor? Hallo, guten morning! Zo, jongens, gisteren hebben we een heel erg leuk festival gehad op het strand. En ik moet zeggen, ik voel me nog redelijk fris en fruitig. Wacht, zie ik nou... Wacht even hoor. Sorry, ik was even... Maar kijk, ik ga even inzoomen voor jullie, maar volgens mij ligt er hier een karretje in het water. Ja, iemand heeft een karretje het water in gegooid. Wat een ASO's, hè. Wat een ASO's hier in Amstelveen. Nee, maar jongens, wat ik zei, leuk festival gehad, was hartstikke gezellig. En we waren met een hele grote leuke groep en ik voel me vandaag ook weer lekker fris en fruitig. Maar, wat is de planning vandaag? Helemaal niks. Dus dat is top. Ik ben nog steeds wel een beetje moe, want zeg maar ook nog gewoon van het kamperen natuurlijk. Ik ben donderdag uit geweest. Toen zijn we vrijdag gaan kamperen op het strand, zeg maar. Toen ook weinig geslapen, dus ik had maar in 2 dagen heb ik misschien maar 4, 5 uur geslapen, serieus. Nou, gisteren ook weer dat festival, maar het was hartstikke gezellig. Het was hartstikke gezellig. Ik denk dat ik eventjes lekker met Ella samen ga lunchen bij Haisa, bij Ouderkerk en Amstel. Even lekker een broodje kip eten. Hey! Hey! Lunchen. Ja. Lekker. Eindelijk, jij schoot niet op. Jij schoot niet op! Anders druk ik even op het knopje, anders komen we ook niet beneden. Het is ook niet handig. Jongens, hou altijd de tas van een vrouw vast. Dat is netjes en galant. Oh, fuck. Ja, nee. Oh, nee. Ik dacht je ging vangen. Oh, jongens. De race gaat straks beginnen. Spannend.
De Monaco race. Het gaat regenen, dus het wordt spannend. Gelukkig is je de tv, ik was het helemaal vergeten. Ik ben nu weer thuis aan het kijken. We hebben net we wilden eigenlijk de start gaan kijken bij Heysa aan Oude Kerk. Alleen zo. Oh jongens, deze race was zo leuk. Het is in Monaco, dus in de stad. En het is al heel moeilijk om in te halen. Maar ook nu omdat het aan het regenen is, is het echt ziek. Maar wat ik wilde vertellen, de start is dus uitgesteld. Omdat het dus gewoon te nat was en er was te veel regen. Maar dit wordt echt een hele leuke race, jongens. Je ziet ze ook heet, maar gewoon slippen en zo. Het is echt bizar. Zo jongens, na een lang weekend ga ik lekker mijn bedje in. Morgen is het weer lekker door de week. Dan begint de maandag weer, jongens. Zo, donderdag ben ik uit geweest en dan vrijdag zijn we helemaal naar Frankrijk gegaan en heb ik ook slecht geslapen. Gisteren een feestje gehad, ook lastig geslapen. Jongens, dit soort weekenden zijn goed. Lekker genieten van het leven. Maar goed, ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen. Morgen om 10 uur ga ik sporten met Niek en daarna heb ik een afspraak met Gerard, mijn manager, voor muziek. En even alles even goed klaarzetten. Ik zie jullie morgen. Wauw, wat een wolkenpartij. Hey, niet normaal, een soort van zonnetje met wolken erbij. Fantastisch zeg. Hey, goedemorgen jongens. Er werd net aangebeld en er staat opeens een heel raar persoon voor de deur die ik eigenlijk al heel lang niet meer heb gezien. Want hij is heel lang op vakantie geweest naar Afrika. Maar hij is hier weer. Dus ik ga eens even kijken wie het is. Hey, Niek. Hey, Finn, ik heb een leuke warming up voor jou. Waarom? De lichten zijn kapot. Nee. Nee. Ja, dus ik wacht beneden op je. Ik ga niet helemaal naar boven lopen en dan ga ik naar beneden. Dus tot zo. Oké, kom eraan. Joe. Verdomme, nou, dit is ook alweer gelijk de verrassing verpest, want het is namelijk Niek. Niek die is heel lang op vakantie geweest met zijn vader en zijn zussen naar Tanzania. Het is tijd om te gaan sporten. Ik neem even een lekker banaantje en ik ga naar beneden lopen, want de liften zijn kapot. Nice. Het gebeurt alweer echt vaak de laatste tijd, de liften kapot zijn. Nou jongens, daar gaan we. Het zijn ook best wel veel, dus wordt wat. Maar goed, wat Niek zegt, dat is wel goed. Want we gaan sporten, dus heb ik gelijk al even een warming-up gehad. En ik heb een banaan, dus dat is ook fijn. Nou, dat waren 14 verdiepingen, hè? Ja, die vroeg wel. Ah, je opie. Hey. Dus jongen. Nou jongens, we hebben weer heerlijk gesport. Saunaatje erbij genomen. Ik voel me weer helemaal herboren na een zwaar weekend. Maar ik kan er weer tegenaan. Yes. En we gaan eventjes snel een broodje eten. Een klein broodje en daarna ga ik ook nog lunchen met Gerard. Dus het wordt gezellig. Lekker veel eten allemaal. Maar dat mag, want we hebben gesport. Ja. Maar je hebt verdiend. Al je vet weer uitgezweet. Vieze, hè? Dik zak. Zo, wat is dit voor fat shaming opeens? Nee, geintje, nou zeg! Ik vind juist dat je heel erg bent afgevallen weer. Ja, hè? Ik ben wel afgevallen. Dat is serieus zo. Ik sport nu echt wel heel erg veel, dus ik merk het wel, zeg maar. Ik had eerst echt zo'n zwembandje, zeg maar. Ook handig als je gaat zwemmen. Ja, maar het is nu al een stuk minder, dus daar ben ik blij mee. Oh, dames en heren, het is een verrassing. Vincent gaat eten. Maar ja, weet je wat het ding is met Vin? Er wordt dan gevraagd, wil je extra mayo erop? Als hij dan zegt, nee, hoeft niet, want er zit al mayo op, hè. Zegt hij, ja, doe maar extra mayo. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook gezegd, doe maar geen extra mayo. Ik zie het toch net tegen die pomp toch op dat broodje. Helemaal niet, je keek verkeerd. Nou ja, hij vlogt dus niet alles. Ik wil het even eerlijk met jullie zijn. Dat hij gewoon extra mayo op zijn broodje doet. Wat een schatje is dit, zeg. Oh. Maar deze katten hoort gewoon niet op straat. Ja, dat weet ik niet. Oh jongens, ik wil ook zo graag een kat nog steeds. Nee. Dit is toch een Britse dinges? Wat? Britse dinges. Britse kort lang haar. Dit is volgens mij een Britse lang haar. Hij heeft hetzelfde kopje als Sniff en Sneeze. Oh, ben je lief? We zijn nu weer terug in het appartement. Maar Niek zegt terecht. Ik hoop dat de liften het doen. Want anders moeten we omhoog. Ja, we hebben ook gelijk benen getraind. Dat is wel waar, dat is wel waar. Maar 14 verdiepingen? Ja. Ik vind het helemaal niet leuk. Oh, ik ga zo op de bank zitten, hé. Dit gaat lekker, jongens. Waar zijn we? Verdieping 8. Ik ben net in Amsterdam geweest en we hebben lekker geluncht samen met Niek en met Gerard. En we hadden weer een leuke meeting. Maar ik kom hier nu terug en ik heb op het knopje gedrukt. Maar ik hoor geen lief. Helaas, jongens. Dan gaan we weer. Kijk het positief. Is goed voor me. Afvallen. Kijk, zo hoort het. Dat is echt een standaard grap. Nee hoor. Heel lief van jou, maar doe je echt fantastisch. Oh jongens, wat hebben we heerlijk gegeten met z'n allen. Lekker, lekker, lekker zeg. Lekker. Kom eens kijken.
Jeetje. Ze zit hier dus al de hele tijd, hè? Ik had het gewoon niet door. Ze zit hier al echt al 5 uur. Ik weet niet of je me besteld net, maar ik was het vergeten. Wat? Dat je me besteld had, maar je bent het vergeten. Jij komt zo met een knipje en dan zit ze opeens hier. Ja. En weg. Ga je me nu weg-editen of bij je staan? Nee, ik kan dat niet weg-editen. Natuurlijk niet. Weet ik toch niet hoe het moet? Je kan het gewoon erna een wit shot doen. Jezus. Zo jongens, wat was dit een lange gekke vlog met weinig slaap, veel gekke dingen. We zijn in Parijs geweest, in Calais, in een tentje geslapen. Allemaal gekkigheid. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik spreek jullie volgende keer om 6 uur weer bij een nieuwe video. Joejoe!